Het is op een vreemde manier een nieuw genre aan het worden. Het grote onthullende verhaal over de misstanden van de... Dan naar het toch wel spraakmakende televisie-interview afgelopen weekend. Tom Egbers reageert zometeen voor het eerst uitgebreid op de onthullingen over de werkcultuur bij NOS Sport en op zijn eigen rol daarin. Ja, Tom Egbers schoof op eigen verzoek aan bij Galit en Sophie. Een week geleden kwam het Volkskrant artikel uit, hè, hoe hij na een affaire met een collega haar het leven zuur zou hebben gemaakt op de redactie. Dat verhaal paste dan bij de Volkskrant binnen een breder verhaal over een verziekte cultuur op de redactievloer met pesterijen, intimidatie en mensen die geen kansen kregen. Er was hem voor dat artikel om wederhoor gevraagd, het Volkskrant artikel. Hij vond dat hij daar te weinig tijd voor had gekregen en wil ook niet dat hij na 40 jaar bij de NOS bij het grof vuil zou worden gezet. En heeft dus, zoals het in de uitzending naar voren kwam, Galit gebeld en gezegd: ik wil mijn verhaal vertellen. Katrien, jij vond het moedig, begrijp ik, van hem om bij Galit en Sophie te gaan zitten. En ik vond het heel chockerend wat daar gebeurde. Moedig en chockerend. Leg eerst moedig uit. Moedig dat je bereid bent, alleen maar omdat je een tv-programma presenteert, om je hele innerlijke leven, want hij vertelde dus over zijn inzinkingen die hij had gehad, over alle problemen die hij had gehad in zijn leven, over de moeilijkheden in zijn huwelijk, noem maar op. Ik denk, mijn god, waar zijn we in beland dat je dat op tv gaat vertellen? Ik bedoel, heeft niemand dan meer enige privacy of zo? Maar hij heeft daar zelf voor gekozen, hè, om dit te doen. Ja, maar moest je daar nou zo ver in gaan? Nou, oké. Okay. Hij heeft dus 30.000 keer, geloof ik, gezegd in dat interview dat het hem speet. Maar wat ik heel erg vond aan het interview is dat Galit, die over het algemeen niet zo ontzettend scherp interviewt, nu ineens een soort scherprechter was. En begon over het feit dat Tom een machtsverhouding had met de mevrouw die op de redactie werkte. Nou, dan heb je dus geen idee hoe de televisiewereld in elkaar zit. Een presentator heeft wel een beetje macht, maar geen beslissende macht. Nee. Dus als daar iets gebeurde wat niet oké was, dan Tom die kon daar verder gewoon niks aan doen. Nee, alleen die hoofdredactie kon ingrijpen. Ja, dat vind ik een interessante. Hij heeft wel een bepaalde vorm van macht, maar geen beslissingsmacht. Maar volgens mij gaat het om die eerste vorm van macht. Als je met elkaar op een redactie werkt, dan ben je alle twee gelijk. Zij werkte als redacteur, als werkten zij samen. Maar Katrien, ik denk dat een illusie, ook al wil je als presentator one of the guys zijn, je bent het nooit uiteindelijk. Omdat je wel het uithangbord bent van een programma. Dus er wordt anders naar je gekeken, of je het nou wil of niet. Nou goed, dat beoordeel ik dan misschien verkeerd. Maar wat ik wel krankzinnig vind, is dat dit zo'n rel is geworden en dat we de mevrouw, waar het om gaat, niet hebben gehoord. Ja. Nou, die stond in de Volkskrant. Dat is wat Galit eigenlijk de hele tijd zei. Van, je hebt haar verhaal in de Volkskrant en we hebben jouw verhaal nu aan tafel. Ja, maar of dat verhaal dus werkelijk zo is. En ik wil. Dat verhaal is door best wel veel medewerkers van NOS Sport bevestigd. Hè? Ja, dus okay, het is niet zo dat het haar verhaal tegenover zijn verhaal is. Dat is wat Tom graag wilde suggereren. Oh ja, maar het is het verhaal van diverse NOS Sport medewerkers versus zijn interpretatie. Ja, maar dan gaat dat heeft wel om te maken met die affaire die zij hebben gehad en wat eruit voort is gevloeid. Die affaire is volstrekt irrelevant. Ja, maar is die niet volledig de boventoon gaan voeren in de discussie? Ja, nou, de precies. Nou, vooral in dat televisie-interview dat hij gaf. En ik denk dat hij daar ook baat bij had. Maar ook in hoe daar de afgelopen week over is gesproken. Tom Eppert gaat daar niet voor niks zitten. Ja. Dat zal jou nooit gebeuren als hoofdredacteur van Vrij Nederland, maar stel dat jouw privéleven zo... Daar is er bij weinig interesse voor. Ja, nee, maar het is toch verschrikkelijk? Ja, nee, het is absoluut verschrikkelijk. Alleen, je bent een bekende Nederlander, je hebt een overspelige relatie. 20 jaar geleden, ik zou zeggen, geleden, in de privé of in, noem het maar op. Ja, dan kan daar een fotootje van komen van Tom loopt met collega op straat. Kussen in de parkeergarage. Ja. Maar het is niet relevant voor wat de Volkskrant wilde aankaarten. Nee. De Volkskrant heeft het gemeld in de aanloop naar een jarenlange treiter. In de ogen van medewerkers. Ja. Zij heeft er wel op gereageerd. Ze zegt het is belangrijk dat er nu... Ze heeft een briefje geschreven aan de Volkskrant waarin ze iets zei over er moet iets veranderen. Haar identiteit is niet belangrijk. Hun affaire is niet belangrijk. Het feit dat hij op de redactievloer volgens een aantal collega's
En dat is, hè, dat is wat er vrijdag niet ter sprake kwam. Nee. En wel ter sprake had moeten komen. Waardoor het uiteindelijk te veel, laten we zeggen, een entertainmentachtig interview werd over een overspelige relatie. Nou, de tweede en een bekende helft van man het gesprek die ging... een jonge vriendin had. Goh, nou zeg, dat is nog nooit gebeurd. We hebben daar wetten voor in Nederland, hè, schijnt. En kussen, 3 jaar lang bent. Kussen. Ja. 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 Maar dan even, want het tweede deel van het gesprek was in ieder geval een poging daartoe om het daar wel over te hebben. Ja. Ja, en alleen dan hadden we toch eventjes moeten... herkende zich daar minder in. Ik miste de Volkskrant aan tafel. Ja. En dan kunnen er 2 dingen gebeurd zijn. Of de redactie heeft aan Tom gevraagd van... we gaan de Volkskrant uitnodigen. En Tom heeft vervolgens gezegd, dan kom ik niet. Of ze zijn vergeten om dat aan de kaak te stellen. En dan hebben ze een heel vreemde journalistieke fout gemaakt. Ja. Dus en trouwens ook in het eerste geval denk ik dat het journalistiek gezien niet heel slim is... om iemand op deze manier in dit stadium van het proces... waarin alles nog, het onderzoek loopt... om iemand op die manier... natuurlijk, je bent blij dat hij naar je toe komt. Ja, oh, zeggen, er komen Galit en Sofie, weinig kijkers van alle talkshows. Zoals, het minste misschien wel. Nee, zeker niet. Daarom koos hij voor. Okay. Maar die cultuur, die was er natuurlijk wel. Hè, want daar heb ik zelf ook mee te maken gehad. Ik had op een gegeven moment hier ergens in het Omroepkwartier... presenteerde ik een liveshow op zaterdagavond voor de Tros. Godzijdank is iedereen dat vergeten, want het is een grote mislukking. Maar begin je er dan over? Omdat ik naar die show moest lopen, naar die studiovoer moest lopen... over de NOS Sportredactie. En ik zal je vertellen, nou, jullie kennen mij niet als een angsthaas... Nee. Maar na 2 weken zag ik er gewoon als een berg tegenop... om over die redactie te lopen. Omdat, wat ze allemaal tegen je riepen als je daar langs liep. En dan ging dat over die Aisha, dat was dan een stagiaire. Mm-hmm. Maar ik had mijn eigen talkshow. En dan riepen ze, wat doe je hier? Sodemiet erop. En zo riepen ze tegen mij. Weet je wel, ik moest daar gewoon overheen lopen. Ik wilde niet. Ik kon niet anders dan naar die studio komen. En zo. Daar heeft de Volkskrant maandenlang onderzoek naar gedaan. Ja. Heel veel mensen over gesproken. En ze hebben het wel lekker met show opgeschreven. En daar kun je misschien nog wat kritiek op hebben. Het blijft 20 moet het jaar geleden. Zo'n verhaal zijn? Tot op de dag van vandaag. Maar dat is het interessante volgens mij. En dan kom ik weer terug op mijn eerdere punt. Dit verhaal is dus de boventoon gaan voeren. Want er zijn ook meldingen die veel recenter zijn. Maar dat wordt nu eigenlijk minder besproken. Hmm. En de vraag is toen, want jij zei, het ging de Volkskrant daar en daarom om dat verhaal naar voren te brengen. Ja, dat die gaf cultuur, Pieter Klok ook aan tafel cultuur. Aan bij Humberto. Oh, maar ja. Bij Matthijs van Nieuwkerk is het natuurlijk niet anders gegaan. Daar werd ook Matthijs. Toen zei Pieter Klok ook, dat was niet de bedoeling. Dus in zoverre weet je hoe de dynamiek gaat worden. Ja, maar dat is dus een beetje dom van die hoofdredacteur. Of je hebt het nodig om iets aan de kaak te stellen. Dat is volgens mij de vraag dan. Ik denk dat het ontzettend goed is. Kijk, het is op een vreemde manier een nieuw genre aan het worden. Het grote onthullende verhaal over de misstanden van de... En ik denk dat we met... ik vond het heel goed dat Bert Wagendorp een column schreef... waarin hij eigenlijk zei van... ik was sportredacteur bij de Volkskrant. En het was daar precies zo. Ja. En ik denk dat we met een, zal ik zeggen, met een milde blik moeten kijken... naar dingen die mis zijn gegaan... en daar vervolgens keihard op moeten ingrijpen. Maar we moeten niet te veel een soort van show aangeven aan die verhalen. Het is gewoon iets wat mis is gegaan en waar je iets aan moet doen... Maar het is niet een soort van sappige... Nee, maar door de manier waarop dingen tegenwoordig gaan... wordt er wel meteen geoordeeld. Weet je, iemand zit meteen in het hoekje... deugt nog wel of deugt volledig niet meer. En dat is natuurlijk wel de dynamiek die er is nu. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Ik bedoel, toen Lance Armstrong zijn interview gaf... was dat ook al zo. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het wenselijk is, toch? Nee, maar dat is wel hoe het werkt. De machinaties van het publieke oordeel zijn natuurlijk dat de ene helft zegt... wat dapper van Tom en de andere helft. Wat een lafbek. Dus maar dan is de vraag, moet je daar journalistiek rekening mee houden? Of zeg je, zo werkt het nu helemaal? Nou, journalistiek had je een Volkskrant-redacteur daar aan tafel moeten hebben. Ja, dat was helemaal met je eens. We hebben overigens net wel reactie van Herman Meijer, eindredacteur... het baas bij Galit en Sofie, gekregen. Hij zegt, Tom Egbers is een man die enorm in opspraak is. Geïnteresseerd waren we in zijn verhaal. Iemand die op een dergelijke manier... in het nieuws is, dat hoor je eigenlijk nooit. Dus was er weinig reden om het niet te doen. En journalistiek was het ook boeiend. Dus. Nou ja, dat is maar de vraag. Ik denk dat Mart gelijk heeft. Als er iemand van de Volkskrant bij had gezeten... was het boeiender geworden, denk ik. Had je een heel ander gesprek gehad. Dan was het gegaan over het onderwerp waar het over had moeten gaan. Precies. Ja. Maar de in vraag mijn optiek. Is, ik wou het zeggen, of Tom Egbers daar ook zelf voldoende verhaal voor had. Ik denk dat hij dan niet was gekomen. En dat vind ik dus het... Maar goed, dat is speculatie. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.